Dames en heren, en vooral beste promovendi, een bijzonder goedemiddag gewenst. We zijn zeer verheugd dat we u vandaag mogen verwelkomen op de plechtige proclamatie van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Ik geef graag het woord aan professor Patrick De Baets, decaan van onze faculteit. Beste promovendi, collega's, dames en heren. Op de eerste plaats wil ik jullie van harte welkom heten op deze plechtige proclamatie. We zijn ook blij dat de coronasituatie een beetje is verbeterd, zodanig dat we een relatief normale proclamatie kunnen organiseren. Het is weliswaar nog een beetje anders dan anders en met een kleinere bezetting van de zaal dan we gewoon zijn. Het zag er op een bepaald ogenblik ook niet echt naar uit dat we een proclamatie met vele genodigden zouden kunnen hebben overwegen. Maar op het laatste ogenblik was dat dan min of meer toch mogelijk en dus heeft de PR-cel van onze faculteit alles in het werk gesteld om dit te realiseren. We zijn daar zeer dankbaar voor, omdat wij de professoren, maar ongetwijfeld ook de studenten, na een overwegend of campus-academiejaar toch allemaal de nood voelden voor een echte fysieke bijeenkomst. Een bijeenkomst die draait rond jullie, onze promovendi, die vandaag onze eregasten zijn. Ik verwelkom ook heel graag jullie ouders, familieleden, vrienden, die ons hier in het UFO of thuis via de streaming volgen. Jullie ouders hebben de voorbije jaren en ongetwijfeld tijdens de coronajaren een cruciale rol gespeeld. Door intens met jullie mee te leven, jullie te steunen wanneer dat nodig was en door er soms gewoon eenvoudig weg te zijn. Ook jullie vrienden waren in coronatijd een belangrijke steunpilaar om via digitale weg toch nog een vorm van sociaal contact te kunnen onderhouden. Ik verwelkom in het bijzonder vandaag professor Rick van der Wallen, rector van onze universiteit, en de heer Chris Vrooman, Human Resource Director van INEOS Oxide en INEOS Phenol. Alle collega's, professoren hier aanwezig, wens ik uiteraard ook in het bijzonder te verwelkomen. Verder vermeld ik nog even dat hier vooraan de volgende collega's hebben plaatsgenomen. De rector, professor Rick van der Wallen, onze onderwijsdirecteur, professor Henny de Schepper, en onze academisch secretaris, professor Philippe de Turk. Dan geef ik nu graag het woord aan onderwijsdirecteur professor Henny de Schepper voor de proclamatie van de nieuw gepromoveerden. Beste promovendi, vandaag is voor jullie en voor ons een bijzondere dag. Een feestelijke gebeurtenis, dat is vanzelfsprekend. En we zijn heel blij, zoals de decaan ook al aangaf, dat de omstandigheden ons in staat stellen om ze ook dat feestelijke kantje mee te geven. Daarnaast is het ook een plechtige gebeurtenis, die zowel een afscheid als een nieuw begin symboliseert. En ik zeg wel symboliseert, want in de praktijk is het afscheid natuurlijk al gebeurd. Een belangrijke periode van jullie leven, jullie tijd als UGent-student, heeft zich afgesloten en een nieuwe fase is intussen gestart. We vonden het als faculteit belangrijk om de symboliek en de tradities die daarbij horen in ere te houden. Een van die tradities is dat we jullie hebben gevraagd om voor deze gelegenheid toga en baret te dragen. Deze plechtige proclamatie is namelijk vooral een rituele gebeurtenis. Proclameren betekent letterlijk uitroepen. En wij gaan dus zo meteen in publiek uitroepen, dus symbolisch voor de hele wereld, en dit in naam van de universiteit en de faculteit, dat jullie zijn afgestudeerd. En vanaf dat moment mogen jullie dan ook de titel van industrieel ingenieur dragen.
Een symbolische daad bij dat proclameren is de volgende. Aan jullie studentenbaret hangt een kwast, officieel heet die de tassel. Die tassel die behoort nu links te hangen aan de voorkant. Straks, wanneer je je naam hoort, sta je recht en draai je de tassel naar de rechtervoorkant van je baret. Doe dit rustig en niet overhaast, zodat je ten volle dit symbolisch gebaar kunt beleven. Een gebaar dat aangeeft dat er iets veranderd is. Dat de werkelijkheid veranderd is door je naam op dit moment te noemen. Graag wil ik ook vragen om bij het rechtstaan even in mijn richting te kijken. Zodanig dat ik je dan ook een teken kan geven dat je opnieuw mag plaatsnemen. Ik zou ook aan iedereen willen vragen om niet tussendoor te applaudisseren, maar het applaus uit te stellen tot iedereen geproclameerd is. En voor de mensen thuis die de livestream volgen, wil ik er nog aan toevoegen dat niet al onze promovendi hier vandaag aanwezig konden zijn, dus dat het perfect normaal is dat er soms namen zullen geproclameerd worden waarbij niemand recht staat of niemand in beeld komt. Goed, dat waren zowat de dienstmededelingen en dan kunnen we van start gaan. Master of Science in de Industriële Wetenschappen Gent. Chemie. Met de grootste onderscheiding Bram Jacobs. Lynn Trossaert. Met grote onderscheiding Gilles Donis. Loïc Eloy. Hannelore Onmacht. Ayen Seynave. Michiel Temmerman. Met onderscheiding Pilar Derk. Nienke Jana Gons. Samuel Huygen. Justine Lemaire. Britt Schets. Thibaut van de Bourie. Ellen van Robais. Op voldoende wijze Michael Kloetens. Dieter de Slover. Katrien de Vos. Cédric de Wilde, Bouke Florizone, Niels Hanebalke, Matthijs Lewilly, Laura Maas, William Noppe. Svetoslav Svetlozarov. Yannick van der Meulen. Arne van Leugenhagen. En Willem Vereeke. Elektromechanica. Met de grootste onderscheiding Quinten Boekaert. Andreas van Gijzegem. Met grote onderscheiding Tom de Bosseren. Jean-Laurent Dirix.
Jaron Leroy. Thibaut Lodewijks. Joek Moordhamers. Stijn Orlans. Bram Vaaijens. Kerim Alexander van Durmen. Siebe van Hullebus. Jordi van Malen. Met onderscheiding Jens Benoot. Joon Broekaert. Leander Bruineel. Pavel de Boevery. Pepijn de Geiter. Jarne de Vadder. Gert Gelaude. Thibaut Godefroy. Leendert Jacobs. Gilles Mabe. Arno Robbins. Sander Sebrechts. Axel Tavernier. Brik van Klooster. Roderick van Horenwegen. Ruben van Oost. Felix van Parijs. Ortwijn van Stichel. Simon Verhagen. Michiel Vonk. Thibaut Wils. Op voldoende wijze Gilles Kattebeke. Jarne de Koster. Kobe Dellaert. Steven de Norre. Laurence Descamps. Robbe Dont. Gaëtan Leclerc. Chiara Massa. Ambroos van Haverbeke. Simon van Neste. Willem Vervondel. Jarne Vierendeels. Elektronica ICT. Afstudeerrichting elektronica. Met grote onderscheiding Samantha de Pape. Toon Peters.
Victor van der Elst. Met onderscheiding Robin Bisschop. Jérôme Kolle. Elia de Bake. Jelle Peelman. Op voldoende wijze Simon Adams. Nicolas Kochuit. Simon Matthijs. Rémy Verbrugge. Afstudeerrichting ICT, met grote onderscheiding Maarten de Bossere. Reiner Verret. Ruben Wilsens. Met onderscheiding Thijs de Bakker. Joren van de Kerkhoven. Dieter van Doorselaren. Op voldoende wijze Maxime Carella, Sisse Doren, Steven Heijsen, Denim Robinet, Damien Romain, Laurens van Goetem, Robbe Vermeire, Pieter Verstraten, elektrotechniek. Afstudeerrichting automatisering met grote onderscheiding Casper de Witte. Robin Huis. Joni Lissens. Maxime Rijs. Vincent van den Ede. Thomas van Malderen. Met onderscheiding Juan Alarson Cabral. Zoe Oudenaard. Jens de Neve. Jens Eelout. André Grodent. Arne Joris. Annemarie Leys. Erald Lukai. Matthijs Roelens. Emile Simaes. Laurens ten Buize. Gilles Thijssen. Sam van der Perre. Cédric van Hamme.
Ries Verreken. Quinten Veit. Op voldoende wijze Robbe Nuitens. Jurgen Oste. Ruben Saes. Glenn Snelders. Stijn van Doorne. En Wart van Relegem. Afstudeerrichting elektrotechniek. Met de grootste onderscheiding Ewout Kolijs. Met grote onderscheiding Karst Verreken. Met onderscheiding Bart van Balkom. Tycho van Hemelrijk. Thomas van Riet. Op voldoende wijze Robbe van der Kruisen. Geachte aanwezigen, ik heb u daarnet gevraagd om niet door de proclamatie heen te applaudisseren. Dit niet enkel voor een vlot en gestructureerd verloop van de proclamatie, maar omdat wij menen dat al onze gepromoveerden onze hartelijkste gelukwensen verdienen, ongeacht hun graad of score. Daarom vraag ik nu aan alle gepromoveerden om opnieuw recht te staan. En wil ik u allen uitnodigen om uw waardering voor hen te tonen met een warm applaus. Beste gepromoveerden, in naam van alle professoren en van alle leden van onze faculteit, van harte gefeliciteerd. En we wensen jullie ook een stralende toekomst met het behaalde diploma en veel geluk in het leven. Gaat u zitten. Tijd om even te verpozen en u te laten genieten van onze muzikale gasten. U kon ze daarnet aan het begin al horen. Het jonge accordeonduo Louis de Bakkere en Louis Verkammen verzorgen de muzikale omkadering van deze plechtigheid. Beiden volgden ze de opleiding klassieke accordeon onder leiding van Philippe Thuriot aan het Casque Conservatorium van Gent. Louis Verkammen studeerde dit jaar af aan het conservatorium. Louis de Bakkere combineerde zijn muziekstudies met de opleiding ingenieurswetenschappen aan onze faculteit. Tijdens dit eerste muzikaal intermezzo speelt Louis de Bakkere de prelude uit Bach Werkenverzeichnis 543 van Johannes Sebastian Bach. Dit stuk bestaat uit twee delen, een prelude en een fuga. De fuga is een complex werk waarin een hoofdmotief steeds gevarieerd en herhaald wordt. Om de luisteraar voor te bereiden op de fuga wordt een inleiding gespeeld, de prelude. Het is typisch vrijer van stijl en technischer dan de fuga. Louis speelt vandaag de prelude in La Klein. Thank you.
Beste kersverse ingenieurs, jullie band met de universiteit en de faculteit stopt natuurlijk niet na deze plechtige proclamatie. UGent heeft een eigen alumni-platform, Infinitum. Maar daarnaast hebben wij ook een heel actieve facultaire alumnivereniging, AIG. En binnen AIG is er Engage, de jongerenafdeling van AIG, waarmee we jullie nu graag laten kennismaken. Je hebt jarenlang gezwoegd en talloze examens afgelegd, maar eindelijk is het daar, je ingenieursdiploma. Proficiat, maar wat nu? Je staat aan het begin van een boeiende weg. INET is een community van ingenieurs die je helpt bij het bouwen van die weg. Hoe maak je een cv? Hoe moet je solliciteren? En hoe hard kan je onderhandelen over je loon? Dit leer je niet aan de universiteit, maar vereist praktijkervaring. De INET community heeft massa's ervaring en internationale contacten om je hierbij te helpen. Speciaal voor jullie, de Young Potentials organiseert INET Jongeren tal van activiteiten. Je kan er je soft skills bij schaven en je netwerk uitbreiden. Een netwerk moet je niet alleen uitbreiden, maar ook onderhouden. AIG is jouw alumnivereniging en organiseert activiteiten om in contact te blijven met je oud-studiegenoten. Op professioneel vlak bieden evenementen zoals TechBoost of Update at Campus een echte meerwaarde voor je ingenieurskills. AIG is de link tussen jou en de UGent. We houden je als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen aan je alma mater en het nieuws van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Als lid van AIG onderhoud je niet alleen contact met je studiegenoten, maar ook met de bedrijfswereld. Hier zie je alvast enkele van onze partners. Trouwens, update zeker je gegevens in Infinitum. Dit is het nieuwe platform van de UGent om in contact te blijven met al je studiegenoten. Wil je het studentenleven nog niet volledig vaarwel zeggen? Sluit je dan aan bij Engage, de afdeling van AIG voor Young Graduates. Je kan gratis naar talloze evenementen van je favoriete studentenvereniging gaan. Denk maar aan de VTK Lentefuif, het Galabal, activiteiten van Hermes of de plateaukringen Poetrix, Seneca, Pecarus, Macht en Beam. Naast vaste afterwork drinks in Gent organiseert Engage ook tal van activiteiten die een echte meerwaarde bieden voor pas afgestudeerde ingenieurs. Van praktische workshops en lezingen tot culturele en sportieve activiteiten. Lid worden van INET, AIG en Engage is extra voordelig dit weekend. Voor slechts €30 ben je lid tot het einde van volgend jaar. Word deel van de ingenieurscommunity. Maak je nu lid op aig.ugent.be. Beste pasgepromoveerden. Zoals jullie daarnet in het filmpje konden zien, biedt het lidmaatschap van onze alumnivereniging veel voordelen. We raden jullie dan ook aan om straks tijdens de receptie langs te gaan bij de stand van AIG, waar je onmiddellijk je lidmaatschap kan regelen. Ik geef dan nu graag het woord aan professor Philippe de Turk, academisch secretaris van de faculteit en voorzitter van de facultaire alumnivereniging AIG, voor de uitreiking van de prijzen. Geachte pas afgestudeerde ingenieurs, geachte dames en heren, geachte collega's. Als voorzitter van de Vereniging voor Afgestudeerde Ingenieurs aan onze faculteit heb ik het genoegen om jullie allen van harte te verwelkomen om lid te worden van onze vereniging. Als lid kan je deelnemen aan zeer interessante activiteiten en lezingen, speciaal ingericht voor ingenieurs in de praktijk, en kan je bovendien contact houden met je studiegenoten en met je faculteit. Dus van harte welkom als lid van je alumnivereniging en om straks je lidmaatschap te activeren.
De alumnivereniging reikt ook elk jaar verschillende prijzen uit aan verdienstelijke studenten en ook aan ingenieurs in de praktijk. Zo vindt bijvoorbeeld op maandag 15 november het AIG Engineer of the Year 2021 event plaats, waar de nieuwe AIG Engineer of the Year zal bekendgemaakt worden. En dan gaan we nu over tot de prijsuitreikingen. Er zijn in totaal 3 prijzen in deze sessie. En ik wil graag aan de studenten die een prijs winnen, vragen om naar voren te komen om de prijs in ontvangst te nemen. En ik wil ook graag de vertegenwoordiger van het bedrijf INEOS, de heer Chris Vrooman, uitnodigen om vooraan plaats te nemen om de prijs INEOS te kunnen overhandigen. Dank u wel. De prijs Boulevin van Engelen, voortvloeiend uit een legaat van professor Boulevin, gaat naar de student industrieel ingenieur die over zijn of haar curriculum de hoogste score behaalde. En dit jaar gaat deze prijs naar ingenieur Lynn Trossaert, Master of Science in de industriële wetenschappen chemie. De Leo Bakelandprijs is een bekroning van een waardevol afstudeerwerk voor het behalen van een diploma van Master of Science in de industriële wetenschappen. En de winnaar is dit jaar ingenieur Chris Hectors voor zijn afstudeerwerk met als promotoren professor Kim Verbeken en professor Wim de Waele, beiden hier aanwezig. De INEOS-prijs 2021 wordt uitgereikt door de heer Chris Vrooman van INEOS. En de laureaat is iemand die reeds een prijs in ontvangst heeft genomen. Vandaag ingenieur Lynn Trossaert voor haar afstudeerwerk met als promotoren professor Ludwig Cardon, hier aanwezig, en ingenieur Matthias De Vel. Proficiat. Van harte proficiat aan de prijswinnaars en ook zeer veel dank aan INEOS. Dank u wel. Nogmaals een dikke proficiat aan alle prijswinnaars. Ik nodig nu graag ingenieur Victor van der Elst uit om naar voren te komen. Hij zal spreken in naam van alle pas gepromoveerden. Geachte heer Rector, geachte heer decaan, beste professoren en medewerkers, beste ouders, familieleden en sympathisanten en natuurlijk jullie moesten per se als laatste beste collega-ingenieurs. We zijn er, sommigen na 4 jaar, anderen na 5 of misschien zelfs 6 jaar. Sommigen zonder ooit een herexamen, anderen hebben de prof van wiskunde 2 tot wel 5 keer toe het genot gegund hun examen te laten verbeteren. Dit was natuurlijk enkel om er zeker van te zijn dat zij doorhad dat wij de cursus tot in de puntjes kennen. Maar op welke manier dan ook, ieder alumni hier aanwezig mag met trots de titel industrieel ingenieur dragen. En dat zelfs zonder voor bouwkunde gekozen te hebben. Hoe zijn wij hier geraakt? Te voet, maar daar kom ik later nog op terug. Er waren zeker speciale jaren bij, waarbij er elke week wel een ander feestje was in de vooruit, en waarbij je de gekste taferelen kon tegenkomen, soms zo vroeg als 4 uur 's ochtends in de Overpoortstraat. Maar mijn papa, ik was daar niet bij, dat is van te horen. Gelukkig waren het sinds maart 2020 normale jaren, waarbij je uit het comfort van je eigen bed, veilig binnen,
elke les kon volgen en waarbij zelfs een onderboek optioneel was. Ongeacht of het speciale of normale jaren waren, we hebben ze allemaal samen doorstaan. Zoals onder andere de eerste test van wiskunde, die toch even schrikken was voor de meesten. Ik vond dat persoonlijk best leuk, met z'n allen voor een eerste keer een toets afleggen aan de universiteit. Dat plezier duurde tot ik mijn resultaat zag. Zij die het voor die bekendmaking nog niet door hadden, onder wie ondergetekende. Daarna wisten we, toch minstens tot het eerste volgende Overpoortbezoek, hoe de vork aan de steel zat. De UNIF was toch menens. Veel tijd om te bekomen werd ons ook niet gegund. Test na test volgde. Tot de eerste blokker was. Gezellig tussen de feesten door wat studeren, tot de minder gezellige examens. Examens die vanaf dan 2 maal en voor velen onder ons wel 3 keer per jaar plaatsvonden. Telkenmalen met de neus op de feit gedrukt dat we veel meer niet dan wel weten. Voortschrijdend inzicht heet dat. Om dan finaal te eindigen met de grootste test van hen allemaal, de masterproef. Durven, denken en doen. En vervolgens deze verwezenlijking verdedigen. Het was spannend en zeker niet vanzelfsprekend. Maar het heeft ook iets opgeleverd. Een diploma zo gewild dat de recruitmentbedrijven ons niet meer met rust laten. Sommigen onder ons zijn ondertussen al aan het werk, gezwicht voor de aanlokkelijke aanbiedingen. Sommigen beginnen aan een tweede diploma, gezwicht voor de pas heropende Overpoort. Anderen hebben nog geen flauw idee wat ze met hun diploma gaan doen. Het maakt niet uit, maar wat je ook doet, doe het goed en doe het met goesting. Nu, voor we leren daaraan begint, laat ons allen straks samen nog eens goed genieten van die prachtige receptie die ons te wachten staat. Ze waren onbekend in het tweede decennium, want niet enkel dankzij dat COVID-safety-ket, maar zeker en vast ook door de subliem geplande autovrije zondag, waardoor de lage emissiezone plots gans Gent omvat, mag iedereen straks eens goed uit de bol gaan. De auto staat hier immers toch niet. Daarbij is het ook interessant te melden dat het zeker niet de laatste druk moet zijn met jullie mede-alumni. Iedere vrijdag organiseert Engage een afterwork drink voor alumni, naast tal van andere activiteiten die u zo terugbrengen naar uw studententijd. Trots bedank ik graag alle professoren en medewerkers van deze UGent, als ook alle familieleden en vrienden die ons hebben geholpen. Zonder hen was het diploma er niet gekomen. Merci iedereen. Bedankt, Victor. We maken nog even tijd voor onze muzikale gasten. Tijdens de tweede muzikale intermezzo krijgt u Disco Tango van Petri Makkonen te horen. Petri Makkonen is een Finse componist en accordeonist en schreef al veel werken voor verschillende bezettingen met accordeon. Disco Tango is daar eentje van. De groove van de disco is direct van in het begin te horen. Het stuk gaat dan over naar het tweede deel, een uitgeschreven improvisatie, en evolueert verder naar een climax van clusters, een bundeling van allemaal noten die tegelijkertijd worden aangetokkeld. Louis Verkammen speelt voor jullie zijn versie van dit muziekstuk. Thank you.
Ik geef nu het woord aan de decaan, professor Patrick de Baats, voor zijn toespraak. Meneer de rector, mevrouw de onderwijsdirecteur, meneer de secretaris, beste collega's hier aanwezig, dames en heren in de zaal, dames en heren online en last but not least, beste jonge collega's. Het is al gezegd in de inleiding, het is lange tijd onzeker geweest dat we deze proclamatie zouden hebben kunnen organiseren. U weet allemaal dat we in een coronatijd waren met steeds wisselende reglementeringen. Het was nooit heel erg duidelijk wat we zouden kunnen doen. Er doken altijd nieuwe moeilijkheden op. En het was dus voor de PR-cel van onze faculteit helemaal niet evident
om deze proclamatie in elkaar te boksen. We moesten rekening houden met heel vele scenario's. We moesten rekening houden met de ventilatie van de zaal, het aantal aanwezigen dat je in de zaal kunt zetten, de mondmaskers op of af, een receptie ja of nee, ouders erbij of niet, genodigden erbij of niet, studenten of niet. We hebben alle scenario's bekeken, studenten alleen, ouders alleen, dus alle mogelijkheden hebben de revue gepasseerd. Uiteindelijk hebben we dan toch geopteerd om dit op te zetten in het format dat we vandaag kennen. En het is natuurlijk zo, Victor, dat die autoloze zondag van vandaag, dat geen toeval is, dat is ook op aanvraag. Omdat wij toch dachten dat het leuker was om de CO2 in onze cava te hebben dan in de lucht. En vandaar dat we deze optie hebben genomen. Het is nu al een aantal keer dat ik hier sta voor de proclamaties. We hebben er in totaal 6, dus dit is de 6e. En Marijke, het hoofd van onze PR-zaal, die ik bijzonder bedank voor al haar inspanningen van dit weekend en van de vele weken daarvoor, die vertrouwt mij dan of geeft mij dan een aantal raadgevingen wat ik moet doen met mijn voordracht. En de raadgeving die het tot nu toe telkens hoorde was, beknopt jongen, beknopt als het enigszins kan, want er is nog een proclamatie nadien en er zijn er nog en dit en dat en dat. En bij deze proclamatie heeft ze mij niets gezegd. Dus dat betekent dat ik een vrijgeleide heb om het niet beknopt te houden. En om die reden dacht ik dat ik mijn samenvatting van 21 pagina's die ik hier nog op zak heb, dat ik die eigenlijk gerust kon uithalen om verder mijn voordracht af te werken. COVID was niet leuk. Is niet leuk. Het sociaal leven werd verstoord en ik heb begrepen dat dat zeer belangrijk is, dat sociaal leven, vooral in de centrale as tussen de Vooruit en de Overpoortstraat. Het studieleven was ook niet echt aangenaam. Achter een schermpje zitten, dubbele controle van de ouders, weinig interactie met de lesgevers en vooral zeer veel zelfdiscipline stonden op het menu. Het was niet leuk, maar uiteindelijk zijn jullie er toch geraakt door dat moeilijke jaar en zijn jullie nu gediplomeerde industrieel ingenieurs. En we zijn dus blij met de faculteit en met de universiteit dat we samen met jullie dat afstuderen kunnen vieren. En wat betekent dat eigenlijk, afstuderen? Wel eigenlijk twee dingen. Een eerste is dat je een bijzondere periode van je leven afsluit. Een bijzonder boeiende, heb ik vernomen, en een bijzonder aangename periode. Ook een bijzonder leerrijke periode. De eerste dagen aan de UGent waren blijkbaar een beetje onwennig, als ik u goed heb begrepen, Victor. Dat werd natuurlijk goed gemaakt door de professoren. Ik dacht wiskunde op de eerste plaats. Die zetten direct het juiste ritme en het juiste tempo in uw leven. Maar dan ook zijn jullie duidelijk geholpen geweest door de studentenvereniging. Waarschijnlijk is dat dan voor jullie Hermes die u wegwijs heeft gemaakt in het zo grote en zo gevarieerde Gent. Wij hebben u daar ook wegwijs in gemaakt, omdat wij ervoor geopteerd hebben om in uw eerste bachelorjaar u in te roosteren op 8 verschillende campussen, zodanig dat je op een heel snelle manier de volledige stad kon leren ontdekken. Nu, dat bleek niet echt de juiste optie te zijn om jullie op jullie gemak te brengen en om een groepsidentiteit te creëren. Maar enfin, we hebben het toch wel op die manier gedaan. Wat hebben jullie dan wel bijgeleerd dat we hopen dat u zal bijblijven? Eerst en vooral het analytische denken, het rationeel analyseren, structureren. Problemen, grote problemen uit elkaar rafelen tot kleine probleempjes die dan kunnen opgelost worden. We hebben jullie zeer veel generieke kennis toegebracht.
generieke kennis die dan toepassing kan vinden in verschillende applicaties. En dat is precies de sterkte van onze faculteit, dat we opteren om generieke kennis te brengen die zeer breed inzetbaar is. We leren jullie ook, denken we, veel werken, met de nadruk op veel. Jullie hebben veel projectjes moeten maken, jullie hebben veel oefeningen, sessies moeten bijwonen. En wellicht is er een zekere naïviteit in jullie die nu denkt dat dat werken voorbij is. Wel, ik wil dat onmiddellijk dat misverstand uit de wereld helpen. Het is niet voorbij. Dus het werken, dat is een blijver. We hebben nu dat geleerd en in het beroepsleven van een ingenieur zal blijken dat je nog altijd veel moet werken. Trouwens, de bedrijven, en we verwelkomen een vertegenwoordiger uit de industrie, die weten dat heel goed, dat jullie goed gevormd zijn, dat jullie goed kunnen werken en die zullen daar ongetwijfeld gebruik van maken. Daarnaast leerden we jullie de soft skills, presenteren, discussiëren, debatteren, maar ook omgaan met emoties, subjectieve ervaringen en onzekerheid. Zelfs in technische materies moet je vaak uit, of ga je vaak uit van niet-rationele ervaringen, zoals als uitgangspunt intuïtie, buikgevoel, spontaneïteit en verbeelding. En natuurlijk is het dan zaak om op een rationele manier na te gaan of je intuïtie je niet aan het bedriegen is en of je verbeelding niet tot verkeerde resultaten leidt. En tot slot leerden we jullie het allermoeilijkste, dat is samenwerken. Werken met mensen. Waar mensen zijn, zijn uiteraard ook emoties aanwezig en die gaan, of die kunnen een gans spectrum bereiken, gaande van blijheid en verdriet over wanhoop en hoop, tevredenheid, ontgoocheling, angst, boosheid en nog zoveel meer. En voor jezelf zal je aan die gevoelens een plaats moeten geven, maar nog veel meer zal je die gevoelens van je collega's moeten kunnen aanvaarden. Soms ga je zelf steun kunnen gebruiken, maar nog veel meer ga je aan de mensen rondom jullie steun moeten geven, begeleiden, mensen motiveren, inspireren en aanmoedigen. Wel, met al deze bagage gaan jullie nu het beroepsleven in. En dat is dan meteen ook de tweede betekenis van het afstuderen. Een nieuwe periode starten, nieuwe verantwoordelijkheden opnemen en je leven een nieuwe wending geven. Mag ik mij veroorloven van jullie een klein beetje goede raad mee te geven voor deze nieuwe periode? Eerst en vooral, doe wat je wil. Maar blijf altijd ingenieur. Gebruik de talenten die je hebt, de attitudes die we je bijleerden, de werkmethodes van de goede ingenieur. En streef altijd kwaliteit na. Concentreer je op de inhoud en beperk je niet tot de verpakking. De dingen verkopen, framen, uitleggen, verhaaltjes vertellen, soms is het nodig, maar overdrijf er niet mee. Of laat het dan doen door anderen die daarin gespecialiseerd zijn. Laat de communicatie niet de bovenhand nemen op de inhoud. In welke beroepstak of welke activiteit je ook wordt te werk gesteld, neem je verantwoordelijkheid op. Of het nu gaat over ontwerpen, onderhoud, inspectie, productie, neem je verantwoordelijkheid. Vergeet ook jezelf niet. Sta goed met jezelf. Hou een goede balans tussen rusten en werken. Tracht gezond te leven in de mate van het mogelijke en de kunst van het doseren te beheersen. Wil niet alles. Leg niet op alle slakken zout, maar maak keuzes. Maak voor jezelf uit wat je belangrijk vindt en leef ernaar. Jezelf niet vergeten, maar ook je omgeving niet vergeten. Je zal zoveel meer bereiken als je rekening houdt met de mensen die je omringen en met wie je dagelijks samenleeft. Samen bereik je trouwens ook veel meer dan alleen. Geef altijd om de mensen om je heen en handel ethisch. Doe nooit iemand iets aan wat je zelf niet zou willen meemaken. Stel het algemene belang boven het eigen belang. En tenslotte zou ik graag vragen
dat jullie ambassadeurs zouden worden van onze faculteit en onze universiteit. Wees fier op je faculteit en laat ons fier zijn op jullie. Maak af en toe ook een beetje reclame voor de faculteit als je daar de kans toe hebt. Ik sprak daar net al over emoties. En naast blijdschap denk ik dat we ook dankbaarheid tot emoties kunnen rekenen. Het is al gezegd, we zijn, of jullie, kunnen jullie grootste dank uitspreken tegenover jullie ouders. Uiteraard hebben ze jullie wandeltochten tussen Overpoort en Vooruit gesponsord. Maar daarnaast zijn ze ook medelevend geweest. Ze hebben de ganse studentencarrière met jullie meegeleefd. En ze waren af en toe wellicht zenuwachtig. Zeker als bij wiskunde het niet na 1, 2, 3, 4, 5 of 6 keer behoorlijk lukte. Ze leefden mee, ze maakten jullie volwassen worden mee, ze maakten ook jullie vele zoektochten mee, jullie aarzelen, jullie vele vragen, maar ze hielpen uiteraard ook bij het vinden van de antwoorden. En om die reden denk ik dat wij, en dat zijn dus ook jullie, jullie ouders zeer dankbaar zijn en warm willen feliciteren met het diploma dat ze via jullie dan ook eigenlijk een stukje behaald hebben. En ik vraag voor uw ouders dan ook een warm applaus. Ik zie ook enkele zeer enthousiaste ouders die voor zichzelf klappen. Ik vind dat magnifiek. Nu, ik zou ook willen bedanken de mensen die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Dus de zitting hier in de zaal, maar ook alles wat daar rond gebeurt, uitnodigingen, receptie en zoveel meer. En uiteraard dank ik ook onze twee accordeonisten. Voor het gemak zal ik de ene Louis noemen en de andere ook. Eerst hebben we Louis de Bakker. Louis de Bakker is eigenlijk een student van onze faculteit en zat enkele proclamaties geleden, gisteren dus eigenlijk, hier in het midden van de zaal en is ook geproclameerd afgestudeerd van onze faculteit. Hij heeft zijn studies gecombineerd met de accordeon en heeft ons vandaag een stuk Bach gebracht, onder andere wat aards moeilijk is. Je moet weten dat Bach dit had gecomponeerd om te kunnen spelen met twee handen en twee voeten. Wel, Louis heeft dat gedaan met enkel twee handen. Hij speelt immers niet graag met zijn, nog met ons voeten. De andere Louis is afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium. Ook dit jaar met een zeer briljant eindexamen. U hebt hem ook aan het werk gezien. Ik denk dat we ervan overtuigd zijn dat hij de accordeon, die wellicht een beetje een vergeten instrument is, dichter bij ons heeft gebracht met een fantastische discotango. Ten slotte wil ik jullie allemaal, de ouders, maar ook jullie studenten, bedanken dat jullie voor een opleiding aan onze faculteit hebben gekozen. Ik wil jullie niet alleen danken, maar ik wil ook enkele beloftes uitspreken. Eerst een belofte die eigenlijk niet meer voor jullie is, maar voor jullie opvolgers. We zullen er alles aan doen om in het vervolg niet meer over 8 campussen te roosteren. We zijn er al aan begonnen, denk dat we nu aan 5 zitten. Ik denk dat een duidelijke verbetering, een verdere verbetering is niet meer mogelijk. Tenzij we op het technologiepark in Zwijnaarden een nieuw gebouw krijgen. Een nieuw gebouw waar de integratie van de opleidingen burgerlijk ingenieur en industrieel ingenieur gematerialiseerd wordt. Een gebouw met voldoende auditoria, met voldoende leszalen, projectruimtes, cateringruimtes, sociale ruimtes, receptieruimtes en dergelijke meer. We zijn er nog niet, we plannen dat
En in de voorbereiding daarvan zijn wel al een aantal ideeën op tafel gelegd en voor een stuk zelfs al beslist. De ovonde van de N60 zal worden heraangelegd. De fietsers zullen veilig over een nieuwe brug over de ringvaart en de autosnelweg kunnen rijden. Er komt vermoedelijk een tram over het technologiepark. We zullen ook zelfs de fietsers en de tram scheiden. Dat lijkt ons een veiliger optie te zijn. Dus dat is allemaal al gepland. Het enige wat nog niet gepland is, is dat gebouw. Nu, het probleem met dat gebouw is, zoals u wel kunt vermoeden, een stukje de financiering. Vandaar dat ik een oproep doe aan elkeen hier in de zaal die ideeën zou hebben om dat gebouw te financieren. Het is niet zo groot hoor, allee, denk een verdiep of zes. Denk voor 50 miljoen komen er wel. Wie mij een idee geeft om aan de financiering te raken, kom maar af. En wie een checkboekje heeft dat goed gevuld is, die is meer dan welkom. We zien elkaar dan straks tijdens de receptie. Ik beloof ook dat naast het integreren van jullie opleiding op Zwijnaarden, dat jullie altijd welkom blijven bij ons. We hebben een academie voor levenslang leren, we noemen die UGAIN, dat is de samenwerking tussen de faculteit bio-ingenieurs, de faculteit wetenschappen en onze faculteit ingenieurs, wetenschappen en architectuur. En die organiseert allerhande verbredende en verdiepende opleidingen die van nut kunnen zijn in uw latere loopbaan. En daarvoor ben je altijd welkom. Je bent ook welkom om advies te krijgen in technische problemen. Ook welkom om samen met uw bedrijf innovatie of onderzoeksprojecten op poten te zetten. Het is in het filmpje al aan bod gekomen, het filmpje van INET en AIG en Engage. We gaan jullie ook helpen bij het maken, in stand houden en uitbreiden van netwerken. En dat voor een zeer democratische prijs van dit weekend slechts 30 euro. Dat is ongelooflijk weinig voor de activiteiten die deze vereniging organiseert. We zijn dan ook zeer blij dat we hier de voorzitter van de vereniging bij ons hebben, professor De Turk, die tevens de academisch secretaris is voor de faculteit. Er is me gezegd dat ik niet mocht vergeten u te vermelden dat er aan de AIG-stand een geschenk klaar ligt voor jullie, namelijk u krijgt daar de universitaire alumni-sokken. Ja. Oké, u krijgt eigenlijk twee dingen vandaag. Ten eerste, de baret die u nu op hebt, die wordt u geschonken door de universiteit. En we danken de rector voor dit mooie gebaar. En dan de tweede zijn die sokken. Je kunt u afvragen waarvoor die sokken dienen. Ik heb er ook lang naar gezocht, maar ik heb het uiteindelijk wel gevonden. Het is dus zo dat mensen die koude voeten krijgen, het bloed aan de hersenen onttrekken. En op dat ogenblik kan je niet meer nadenken. Nu, dus je moet je voeten warm houden, dan kan je nadenken. Wij zijn immers de Durf Denken Universiteit en dat is de reden waarom dat jullie deze warme sokken van harte aangeboden krijgen vandaag. Tot slot zou ik jullie graag nog een en ander willen toewensen. Voor eerst een aangename, een boeiende, uitdagende job, waarin je je talenten verder kan ontwikkelen, kan bijleren en voldoening vinden. Een mooi uitgebalanceerd privéleven daarnaast, dat je het mentaal evenwicht kan geven en een tegengewicht voor het zware beroep dat het ingenieursberoep bij momenten toch zal blijken te zijn. Heel belangrijk, en misschien op dit ogenblik nog voor jullie geen echte zorg, maar heel belangrijk, is uiteraard een goede gezondheid. Ik wens jullie allemaal die goede gezondheid. Aan onze afgestudeerden, aan de ouders, aan de grootouders die online meekijken, aan de vrienden en de familie. En tot slot zou ik graag hebben dat jullie succes vinden en ervaren in al jullie ondernemingen. En dat jullie zin kunnen leggen in wat jullie zullen doen. Beste jonge collega's, ik stel voor dat u nog geniet van deze dag, van de receptie straks, van de avond,
hoe langer u blijft, hoe gemakkelijker u Gent uitgeraakt vandaag. En dan zou ik ook zeggen, geniet van het leven. Wij, de professoren hier aanwezig, de ganse faculteit, feliciteert jullie van harte met jullie diploma en wij wensen jullie het allerbeste. Dank u wel. Dames en heren, professor Riek van de Wallen, rector van de universiteit, zal nu de gepromoveerden toespreken. Meneer de decaan, mevrouw de onderwijsdirecteur, meneer de academisch secretaris, beste collega's, beste familie en vrienden van de afgestudeerden, pas afgestudeerden, beste afgestudeerden en uiteraard ook in het bijzonder beste ouders. Iets meer dan 4 jaar geleden, misschien 5 jaar geleden, misschien zelfs 6 jaar geleden, maar daar komt het nu echt niet meer op aan, kwamen jullie voor het eerst naar de universiteit. Dat was niet op de eerste lesdag van het eerste academiejaar dat jullie doorbrachten aan de universiteit. Dat was wellicht tijdens een van onze infomomenten die wij organiseerden aan de Universiteit Gent en in de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur in het bijzonder. En jullie waren daar omdat jullie ergens wel een vaag idee hadden van de opleidingen die door de faculteit werden en worden aangeboden. En jullie dachten ook dat dat misschien wel opleidingen zouden kunnen zijn waarin jullie interesse hadden. Maar er was ook wat twijfel. Er waren misschien ook wel wat vragen. En er stonden tal van mensen klaar om jullie te ontvangen. En het zal jullie ongetwijfeld zijn opgevallen dat die mensen heel erg enthousiast waren over alles wat de faculteit deed, over de opleidingen die de faculteit aanbood. Met andere woorden, diegenen die jullie daar ontmoet hebben, probeerden jullie te overtuigen. Kies een opleiding aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. En dat is wat jullie gedaan hebben. En vervolgens hebben jullie daar een aantal jaren doorgebracht en zien jullie zelf hier nu zitten. Aan het einde van een rit. Jullie zijn heel erg succesvol geweest de voorbije jaren. Jullie hebben het diploma dat jullie wilden behalen, behaald. De opleiding die jullie wilden volgen, gevolgd, met succes gevolgd. En vandaag hebben wij weliswaar symbolisch aan de hele wereld laten weten dat het jullie gelukt is. Jullie hebben al heel veel applaus gekregen vandaag. Dat applaus was heel oprecht en ook heel terecht. Ik wil daar mijn meest hartelijke, expliciete felicitaties aan toevoegen. Uiteraard in mijn persoonlijke naam, maar minstens evenzeer in naam van de hele universitaire gemeenschap. In naam van alle personeelsleden van de universiteit. In naam van al jullie medestudenten. En zeer zeker ook in naam van alle studenten die jullie zijn voorgegaan in naam van alle alumni. Goed, er waren die infomomenten en jullie kozen voor een opleiding aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Gentse Universiteit en vervolgens kwam daar dan die eerste lesdag. En op die eerste lesdag hebben wij jullie welkom gegeten en dat was dan tijdens de zogenaamde contactdagen of onthaaldagen. En daar stonden opnieuw mensen klaar uit de faculteit. En die mensen spraken jullie toe om jullie in de eerste plaats welkom te heten, om jullie te zeggen dat jullie de juiste keuze hadden gemaakt, maar dat wisten jullie al, en om ook een aantal goede raadgevingen te geven. En daar was onder meer de raadgeving bij om hard te werken. Ik denk dat ik daar zelf ook een rol gespeeld heb tijdens die onthaaldagen. Ik was toen decaan. In jullie onze faculteit. En ik heb nog de notities die ik toen had als voorbereiding op het praatje dat ik bracht tijdens die onthaaldagen. En daar stond onder meer in die notities, en ik heb dat opgezocht, daar stond onder meer in dat niemand zo getalenteerd kan zijn, jullie dus ook niet, dat niemand zo getalenteerd kan zijn dat hij of zij
erin kan slagen om ingenieur te worden zonder stevige inspanningen te leveren. Ik heb dat toen gezegd en het werd stil in de zaal. Het is nu overigens opnieuw stil in de zaal. En ik heb ook gezegd dat er zeer vele mensen klaar stonden, niet alleen om jullie die dag te ontvangen, maar om jullie de dagen, weken, maanden, jaren die zouden volgen, te begeleiden. Professoren, assistenten van professoren, medewerkers van professoren, medewerkers administratief en technisch, medewerkers van de faculteit, administratief en technisch medewerkers van de universiteit. Al die mensen stonden klaar, zei ik jullie, beloofde ik jullie, om jullie te helpen. Om het nog een keer uit te leggen als iets niet duidelijk was. Om nog wat extra uitleg te geven. Om problemen, grote en kleinere problemen, samen met jullie op te lossen. Daar een oplossing voor te vinden. Ik denk te kunnen zeggen, en ik heb van Victor begrepen dat het inderdaad zo is, ik denk te kunnen zeggen dat wij woord hebben gehouden. Dat de faculteit woord heeft gehouden en dat al die mensen die klaar stonden voor jullie inderdaad waargemaakt hebben wat ze beloofden te zullen doen. Ik maak dan ook van deze gelegenheid gebruik om zeer expliciet jullie professoren, hun assistenten, hun medewerkers, alle medewerkers van de faculteit en van de universiteit die een deel van jullie succes uitmaken, te feliciteren en te danken. Te danken voor de inspanningen die zij geleverd hebben, maar zeer zeker ook te feliciteren voor het feit dat jullie vandaag plechtig geproclameerd worden. Uiteraard is het in de eerste plaats jullie verdienste dat jullie het diploma hebben behaald, dat jullie hebben behaald. Maar het is ook een beetje de verdienste toch van allen die jullie hebben begeleid. Waaronder letterlijk honderden personeelsleden van onze universiteit. En uiteraard is het heel erg gepast om ook even jullie ouders te bedanken. Jullie hebben al geapplaudisseerd voor jullie ouders, beste ouders. Ik heb het voorrecht hier vooraan te mogen zitten en dus ook de gelaatsuitdrukkingen te zien die jullie kinderen toonden toen ze applaudisseerden voor jullie. Ik kan het jullie verzekeren, ze meenden het toen ze applaudisseerden. Op mijn beurt wil ik mijn dank uitdrukken namens de Universiteit Gent. Mijn dank uitdrukken voor het feit dat jullie in zekere zin jullie kinderen gedurende een aantal jaar aan ons hebben toevertrouwd. Dank u wel daarvoor. Beste studenten, afgestudeerden, tijdens die onthaalmomenten zoveel jaren geleden heb ik ook dit gezegd. Ik heb gezegd dat niemand in staat is en dat dus ook van niemand kan worden verwacht dat hij of zij 7 dagen op 7, 15 uur per dag of meer werkt. Wij hebben dat destijds niet van jullie verwacht. En ik denk dat we ook die belofte hebben waargemaakt. Er moest en was ook wat tijd voor vrije tijd. Ik herhaal dit hier even omdat ik u vandaag eigenlijk hetzelfde wil vragen als destijds. En ook hetzelfde wil aanraden als destijds. Ik raad u aan en ik vraag u om ook de komende jaren af en toe wat tijd vrij te maken. Voor jezelf. Voor vrije tijd. Voor je partner. Voor je kinderen. Voor diegenen onder jullie die kinderen zullen hebben. Voor jullie naasten, familie en vrienden. Jullie zijn de voorbije jaren door jullie naasten, familie en vrienden heel erg gesteund. Misschien komt er een ogenblik waarop zij zullen moeten worden gesteund, zullen moeten worden geholpen. Maak dan ook wat tijd vrij voor hen. Soms wordt mij gevraagd, dames en heren, de Universiteit Gent, wie of wat is dat eigenlijk? Iedereen heeft daarover gehoord, iedereen spreekt erover, maar wat is dat nu, die Universiteit Gent? Je zou kunnen zeggen dat dat een moeilijke vraag is, omdat die Universiteit Gent zo divers en zo rijk is in alle betekenissen des woord. Behalve in de financiële betekenis des woord was dat het geval geweest. Dan was het gebouw waar de decaan dit weekend nu al 6 keer naar gevraagd heeft. Dat stond dat er al lang. Maar goed, dit daar gelaten. Wij zijn een bijzonder rijke universiteit. Nou, wat is die universiteit? Wel, die universiteit, dames en heren, en ik antwoord altijd hetzelfde, dat is de som van, de verzameling van alle personeelsleden, medewerkers van de universiteit, ongeacht rang of stand. De Universiteit Gent,
Dat is het geheel liever van alle studenten die wij hebben. De Universiteit Gent is het geheel van alle alumni die wij hebben. Wij allemaal samen. En dus ook jullie. De voorbije jaren als studenten en nu als alumni, wij allemaal samen, wij zijn de Universiteit Gent. En de Universiteit Gent is een belangrijke universiteit. En om dat belang nog wat te onderstrepen, vraag ik jullie niet alleen vandaag trots te zijn. Ik vraag jullie trots te zijn op jullie universiteit. Ik vraag jullie te spreken over de universiteit. Ik vraag jullie te spreken over wat jullie de komende jaren gaan doen. Ik vraag jullie om de toekomst van de universiteit mee te helpen maken. Ik vraag jullie ook om de kernwaarden van onze universiteit in jullie mee te dragen en ook daar over te spreken. Ze kunnen een beetje vanzelfsprekend klinken, maar ze zijn het verre van. Zeker heden ten dagen zijn ze het verre van. En ik vraag jullie om die kernwaarden te koesteren en daar niet over te zwijgen, maar er dus loud and clearly, zoals men dat in slecht Nederlands zegt, over te spreken. En die kernwaarden, als ik die mag samenvatten, dan zie ik die als volgt. Om te beginnen zijn wij een maatschappelijk geëngageerde en bovendien pluralistische universiteit. Wij zijn een open universiteit. Wij staan open voor letterlijk iedereen. Voor iedereen. Ongeacht de levensbeschouwelijke, de politieke, de culturele of de sociale achtergrond van diegene waarover het gaat. Aan de Universiteit Gent is iedereen welkom. Bovendien zijn wij een universiteit. Een universiteit die impact wil hebben. Wij willen impact hebben lokaal, uiteraard. Nationaal, uiteraard, maar ook internationaal. Ik wens het u toe impact te hebben. Ik vraag u impact te hebben in alles wat u doet. Lokaal, nationaal en internationaal. En tot slot zijn wij een universiteit die in alle aspecten van haar werking, of het nu gaat over onderwijs of over iets anders, in alle aspecten van haar werking, haar beleid en de uitvoering daarvan tracht te baseren op wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn, als het ware, wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek waarbij het zoeken aan zich de echte waarde is van wat wij doen en dus ook een plicht is om te doen, eerder dan het loutere vinden. Wij zijn een universiteit waar feiten ertoe doen. Ik vraag u om die waarde met je mee te nemen. Ik ga stilaan afronden, maar ik wil wel nog één ding kwijt. Jullie zijn ongelooflijk bevoorrecht. Om verschillende redenen. Een eerste reden waarom jullie heel erg bevoorrecht zijn, is dat jullie heel erg getalenteerd zijn. Dat is geen verdienste. Niemand van u geeft verdienste aan de talenten die gij of zij geeft. Je hoeft je daarvoor niet te schamen. Je hoeft je daar ook niet voor te verontschuldigen. Maar ik denk wel dat het zinvol is te erkennen dat het een geluk is, dat het een voorrecht is. Het komt u niet toe, het is u bij manier van spreken overkomen. Dus eerste voorrecht, jullie zijn bijzonder getalenteerd. Tweede voorrecht, jullie zijn enorm goed omringd. Door ouders, door familie, door vrienden, door medewerkers, collega's van de universiteit, door medestudenten, door tal van mensen. Ook daar hoef je uiteraard helemaal niet voor te verontschuldigen. Je hoeft daar geen verantwoording voor af te leggen. Maar je denkt er best wel eens af en toe aan dat het een voorrecht is, geen recht aan zich. En ik denk dat het ook zinvol is om af en toe te bedenken dat niet iedereen diezelfde voorrechten heeft. En dat is jullie schuld niet. En je hoeft je daar ook niet voor te verontschuldigen. Maar het beseffen, denk ik, kan geen kwaad. En waarom kan dat geen kwaad? Wel, omdat er een andere vraag is die men mij soms stelt. En dat is de vraag, meneer de rector, hoe ziet gij de toekomst? Ik antwoord altijd hetzelfde. Ik zie de toekomst nu. En weet je waarom ik de toekomst zie? Nu, omdat ik naar jullie kijk. Jullie zijn de toekomst. Aan deze kant van de zaal, en ik zal voor mezelf spreken in de eerste plaats. Hier zitten mensen wiens toekomst grotendeels achter ons ligt.
Jullie hebben het grootste deel van jullie toekomst voor jullie. Jullie toekomst ligt voor jullie. Jullie gaan jullie toekomst maken. Jullie gaan jullie toekomst maken, maar jullie gaan ook onze toekomst maken. Jullie gaan de toekomst maken en die toekomst mag goed zijn, moet goed zijn voor jullie zelf. Maar ik zou willen vragen om toch ook af en toe te denken aan diegenen die minder voorrechtig hebben, minder bevoorrecht zijn dan jullie. Zorg ook voor een toekomst die goed is voor hen. Straks gaan jullie hier het gebouw verlaten door een van de deuren en puur fysiek gesproken gaan jullie dan de universiteit verlaten. Jullie gaan dit gebouw verlaten, jullie gaan de campus verlaten en jullie gaan naar om het even waar trekken. Dus ja, je zal de universiteit op dat ogenblik verlaten hebben. Vergeet het. Vergeet het, want de Universiteit Gent is een deel van u. U bent een deel van de geschiedenis van de Universiteit Gent tot dusver. U zal die geschiedenis van de Universiteit Gent de komende jaren meeschrijven, ook als alumni. Het woord ambassadeur is hier al gevallen. Als ambassadeur schrijf je de universitaire geschiedenis mee. Maar omgekeerd zit de Universiteit Gent ook in elk van jullie. Ik zou durven te zeggen, eens u Genter, altijd u Genter. Beste gepromoveerden, beste collega's ingenieurs, beste UGenters voor het leven. Ik vond het een voorrecht om hier tot u te mogen spreken. Ik doe dit graag, spreken tijdens plechtige proclamaties. Ik vind dat zeer mooie zittingen. Ik heb hier ook vele jaren gestaan in andere hoedanigheden, waaronder die van decaan. En toen ik decaan was, kon ik het niet laten te zeggen dat de Universiteit Gent weliswaar 11 faculteiten telt. Op vandaag is dat ook nog het geval. En ik voegde daaraan toe dat er maar één de beste kan zijn en dat dat de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur was. U zult begrijpen dat ik als rector dat een beetje moeilijker kan zeggen, maar goed, u begrijpt ongetwijfeld wat ik wil zeggen. Ik vond het een voorrecht om hier te mogen staan. Ik vond het een eer hier te mogen staan voor mijn universiteit, maar toch ook nog altijd een beetje voor mijn faculteit. Ik ga afronden. Ik ga afronden met 4 simpele woorden. En elk afzonderlijk zijn het simpele woorden, maar ik denk dat ze samen de essentie vertolken van wat ik wou zeggen. Ik zou zelfs meer zeggen, het zijn wellicht de 4 belangrijkste woorden die ik zal hebben uitgesproken aan het einde van deze dag. En die 4 woorden zijn heel eenvoudig. Het gaat jullie goed. Mag ik aan alle aanwezigen vragen om recht te staan en aan de gepromoveerden om de kap af te nemen voor de volksliederen.
Dames en heren, beste pas gepromoveerden. We zijn aan het einde gekomen van deze plechtige proclamatie. Om de traditionele groepsfoto's te maken, zou ik willen vragen aan alle ouders en andere sympathisanten om als eerste het auditorium te verlaten. Onze kersverse ingenieurs, de prijsuitreikers en de professoren blijven nog eventjes voor de foto's. Alle foto's die vandaag genomen worden, komen binnenkort online op de facultaire website. Namens de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur wil ik u van harte bedanken voor uw aanwezigheid en u allen uitnodigen voor de receptie die buiten op het studentenplein zal plaatsvinden. En aan alle pasgepromoveerden, nogmaals onze hartelijke felicitaties. De foto zal met baret zijn, dus jullie mogen allemaal jullie baret opnieuw opzetten en jullie tassen langs de rechterkant leggen.